Is zo? Oh, dan ga ik heel hard op mijn vader. Oh, ik moet echt even bijkomen. Nee, de haren worden echt anders. Hallo allemaal, het is vandaag zondag. En mijn vader, die je hier ziet, die is vandaag 70 geworden. En we gaan ook een act doen, namelijk een nummer van Frank Zappa, want daar is hij enorm fan van. Met bijbehorende snorren en pruiken en sikjes, dus het wordt een ware festijn, Frank Zappa festijn. Dus mijn broertjes Mickey Jungle en mijn zus Nina komen nu naar mij toe. Er moet nog even gerepeteerd worden, want mijn zus die woont sinds een aantal jaar in Engeland. Eerst in Londen, nu in Brighton. Die maakt namelijk animaties, is een echt animeermeisje. Ik zal hier even een linkje doen. Naar een van haar films, waar ze trouwens een BAFTA voor heeft gewonnen. Hallo! Kijk, ik heb ook nieuw haar. Dank je. Dus we gaan zo even repeteren van je 1, 2, 3, 4. Daarna gaan we naar hem toe. En er zal er heel veel eten zijn. En cadeaus. En dus de grote act. Ik speelde ooit op een festival, Down the Rabbit Hole. Toen had ik die pruik op. En toen zei iemand, oh mijn god, je lijkt net op je vader op die ene foto. Kijk, dus heb ik even zo leuk bij elkaar gezet. Kijk, vroeger dacht ik, zag ik niet heel erg tegelijk ineens, maar nu... Het is gewoon één op één. Kijk, ik ben dus... De voorkant is dus heel erg mijn vader, maar mijn profiel is dus heel erg mijn moeder Evelien. Hoe vind je het? Ja, die ging, dacht ik, ga nog even erin schrijven, gefeliciteerd. Je mag eentje uitkloeken. Ja, want hij wil hem verder kijken, toch? Ja, maar het is heel moeilijk om te... beslissen wat hij wilde, want hij zei, ik ga gewoon naar de bergen kijken, ik hoef niet voor de sterren. Dus ik denk, wat gaat hij dan doen, weet je wel, daar. Het moet een beetje ouderwet zijn, maar wel met een goede lens. Ja, dus... En een beetje kapot. Ja, het is allemaal, dus ik heb deze allemaal. Zo? Nou ja, uitgezocht. Dit zijn echt goeie. Ja. Maar dit is zo eentje die er leuk uitziet, maar... Eigenlijk zeg maar, onzin. Alleen maar dat je alleen van hier naar de wc kan kijken. Ja. Of bij de buurvrouw. Maar misschien wilde hij dat juist wel. Ja. Dus ik weet het gewoon niet. Dus ik ga gewoon zeggen, hey, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, joh. Je mag het zelf... maar dat is dus zijn look in Frankrijk. Ja? Vind je dat ik nog extra haar erbij moet tekenen? Nee, dat is wel geloofwaardig, hoor. Dus heb je Zappa gezien op de maan? Oh, kijk nou, verrek. Ja, dat is Zappa op de maan. Op een wc. Lenny boy, l'anniversaire, no Lenny boy. Dit is allemaal met iedereen. Lenny boy. Wat is het? Kijk, okay. Benny Boy. Zo, dat doen wij. Ja. Maar wanneer gaan we dit doen dan? Het is een tussenspel. Ja, 5 voor 12. 5 voor 12. Ja. Kijk. Kom, ga dan op de hoek, jongen. Dan kan wel hier niet meer klaar zijn. Ja, zo. Ja, zo. Oh, dan ga ik heel hard op mijn vijfde plaats. Ik ben heel zwaar, hè? Lukt dit? Dat kan wel. Je hebt je hoofd vallen. Ja, ik dacht dat maar kijk. Dat is gebeurd met Loes. Want je vindt het Ria is nog met haar hele penis en heeft op haar neus gevallen. En daarom is zijn moeders neus zoals het is. Oké, ja. Wat nou is het eigenlijk? Maar die deden zoiets. Kijk, je moet... Maar jij moet je benen strekken. Dus... Oké. Misschien moeten we het gelijk naar voorgerecht doen. Oh, ik moet echt even bijkomen. Ik weet niet of dat zo goed is. Misschien doen jullie dat wel jongens, met z'n tweeën. Deze jester. Nee, de haren worden echt echt anders. Oh, we moeten in je lies, ja nee. Ja, span aan. Nee. Benen strekken. Yes. Ja! Het was de daar voor het succes. Kijk, dit is een sick. Ja, dat is wel Frank Zappa.
Ja, dat is Frank Zappa, ja. Toch? Ja. Maar het is wel een beetje lang, is ik. Maar ik ben ook zo. Ik vind het Frank Zappa. Ja. Ja? Het is toch al meteen. Ja, dit is echt wel Frank Zappa, dit hoor. Ook heel eng. Maar die man heeft ook helemaal geen lippen. Nee, nee. Maar die heeft daarom een schoen. Hebben ze daarom genomen? Ja. Hebben ze genomen omdat hij geen lippen heeft? Nou, ik heb alles. Pruik in de tas. Pruikje. Oh, hij leeft nog. Nee. Ja, deze is nog het meest mensen. Ja, dit is echt wel Rossi Rossi dit jaar. Ja, nou dit vind ik best wel Frank. Ja, dat is de enige die Frank is. Want deze zijn gewoon allemaal in de televisie. Oh, dit is echt heel erg, ja. Deze is van zijn haar. Ja, maar deze is ook wel goed hoor. Ja, heel knap. Je laat me toch niet zo met de deur uitgaan, verkeerd, hè? Je zou denken dat het familie is. Ja. Laten we de formatie doen. Ja, laten we de formatie doen. Het is een beetje alsof we de Jackson 5 zijn, of... Ja, en dat jou heel hard slaat als wij niet goed ons best doen. Een vliesdekentje. Een vliesdekentje hebben we. Oh, wat chic de Paris, hè? Even kijken. De helm zit er ook in. Ja, ik ga hem nu... starten. Oh. Is het niet lief? Ik moet maar even mijn knotje afdoen. Oké, dan maar. Je poezelige knotje. Hey, we gaan dus vandaag een mijlpaaltje vieren. Ja. Maar weet jij nog, wat is een verjaardag waarvan jij nog die heel dicht bij jou staat? Dat je dacht van, oh, dat is echt een mijlpaaltje. Dat is echt, was echt een bijzondere. Weet je dat nog? Jij? Nou, ik weet nog, mijn 21ste heb ik echt zo'n heel diner gegeven voor iets van 30 vrienden. Ging ze doen alsof ik al heel volwassen was, weet je wel. Oh, ja, ja. 30ste weet ik heel. Ja, mijn 30ste. Ja, toen heeft mijn man, die woont in Engeland. Well, we wonen in Engeland. Die heeft mij meegebracht naar de Lake District. Ja. En die dacht dat het leuk was als we de gevaarlijkste berg van de Lake District gingen beklimmen. Maar dat wist ik niet. Dat wist ik pas toen we er al op zaten. Huh? En toen ik op een gegeven moment, toen moesten we langs Striding Edge. En dat is dus gewoon een edge. Nou ja, dat gaat gewoon zo. En dan heb je daar een ravijn. En daar een ravijn. En ook gewoon leistenen. En gewoon geen pad. Gewoon geen... En ik had ook niet echt berg beklommen al in mijn leven. Het was een 8 uur durende wandeling. 8 uur voor je verjaardag? En op een gegeven moment... hing ik zo aan de bergwand, zo helemaal verstijfd, want ik durfde niet om te keren en ik durfde ook eigenlijk niet vooruit. En toen stond er een vrouw, zeg maar, onder mij, ik denk dat ze 60 was of zo, en die schreeuwde naar haar man van ongeveer 70, dat was een oude mountaineer met zijn radiootje, schreeuwde ze zo tegen, 30 years ago, I said I would never do this again. En toen dacht ik, dat ben ik niet. Ik ga dit nooit meer doen. En toen ben ik dus, zeg maar, op een gegeven moment stond Terry zo mij, oh, hij was ook bang. Ik zag het aan zijn ogen. En oh ja. Hij ging zo met die hand zo van, here love. Here. En toen heb ik voor het eerst de C-word gezegd. See you next Tuesday. Oh, echt? Ja. Oh, dat is echt heel erg als je het in Engeland zegt. Ja, dat is echt erg. Dat heb ik voor het eerst tegen hem gezegd. En toen echt? Heb ik een tijdje niet. You stupid. Oh, ja. Op die berg ook niet gepraat op je verjaardag. Ja. En toen zei hij, oh, ging hij op een gegeven moment zeggen, but now you're here and you see the view, it's very lovely, right? You're happy you did it. En toen durfde ik, ik dacht eigenlijk ja, maar ik zei natuurlijk, no, this is like, I've feared for my life, you see you next Tuesday. So, anyway, maar het was wel heel mooi. Ik heb hem wel onthouden. Je hebt hem wel onthouden. En ik heb, om 16 heb ik dus zo'n schuimparty ben ik geweest. Het lijkt me heel eng, weet je dat? Het lijkt me echt gewoon... Nou, vooral, nou ja, dat, maar dat was dus natuurlijk vroeger. Ja. Maar voornamelijk als je op het einde, als al het schuim een beetje is weggedaald, dat je ziet wat voor spullen er allemaal indrijven. Oh, god. Okay. Dat is heel vies. Nou, meid. Hey, let's go. Let's go, daar. Ik was dus gisteren was ik ook aan het scooteren, lekker in de zon. Ja. En op een gegeven moment, ik had gelukkig 10 meter gereden, komt er een Fransman naar me toe en die zegt... Hey sir, de helmet is the other way around, hè? Wacht even, mag ik dit even laten zien? Kijk die hoortjes! Die hoortjes zitten de verkeerde kant op geklapt. Ja, dat klopt! Die hoortjes, die zie je ze! Ah! Zie je die hoortjes van jou? Ja. Oh, je moet ze even op de achter klappen. Ja, even goed. Ik moet eigenlijk ook een beetje doen. Maar kijk, toen had ik dus mijn helm had ik verkeerd omgedaan. Had ik echt zo'n Calimero hier. Ik zag er gewoon zo uit. Alsof ik in de loopgraven gewoon zo. Heb ik het goed gedaan? Ja, het is goed gedaan. Oh, maar ik had hem gewoon zo la. Sorry, de helmet, dit is de way around. Maar moet het nog strakker? Of? Ja, ik zal bij jou wel even wat strakker doen. Oh, dit is om hem los te trekken.
Oh nee. En dat is het. Dit is het. Dit beschermt je leven. Maar niet uit. Gaat het? Ja. Ja? Ja. Oké, ga ik nu aandoen. Hou mijn tas hier even vast. Meid. Ja, ik heb hem hoor. Heb je hem? Oké. Ja, ik heb hem hoor. Hallo. Zwarte magie. Zwarte magie. Dit is nou de kunst. Nou! Oh. Ik heb nog een ding. It's a portrait of you sitting with your best friend on his guitar, Mr. Frank himself. Frank Zappa. Yo! Olé! Is het leuk? Leuk. Het is gewoon echt Frank Zappa. Ja, het is echt Frank Zappa. Dit is toch niet normaal? Dit is Frank Zappa, ja. Hallo. Dit is echt Zappa. Dit is ook Zappa. Maar het chill? Nu ben ik chill deelde, ja. Gaan we nu juichen. Dat ik dan opeens helemaal op iemand anders lijk. Deze zetten dan gewoon even andersom op je hoofd, toch? Kijk, dit is toch leuk, hebben we een beetje overal licht. Maar nou, zit iets beter, toch? Deze. Kijk, ja, die is beter. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dit ziet er echt sappen uit, hoor. Oh, waarom is het zo stressvol, dit? Vanaf hier, dag. Het moet toch leuk zijn? Ja, online. Wacht, maar we willen even kant werken, want we gaan helemaal die kant op, hè? Die kant op, hè? Ik zet ook maar aan mijn kant. Nee, wacht even, jullie draaien allemaal de kant op. Jullie draaien naar binnen toe, ja, jullie draaien naar buiten toe. Op mijn kont. Oké, is goed. Kom, omdraaien. Maar die kant op, man. Dat is niet anders. Ja, precies, dat is toch leuk? Just sit and relax, of course. Ja? Hij zit er gewoon. Het is hem echt. Nee, de beroemde dichter. Het is hem echt. Jeetje. Allemaal. Ooievaar. Ooievaar. Doei. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Doei. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.